rjochtzaak die het van Segeren begon. De vertochte widow zei dat ze hem al net vermoord had. En slongens bij kwamen we te zo'n kind breder maken worden. Goeien, dit is Kijk op Friesland. In de rechtbank van Ljouwert is van een moment behandeling begonnen van de zaak van Segeren. De vrouw van Tjeerd van Segeren, uit Kolmenswerg, werd vertocht van de moord op haar man in juli 2017. Het lichaam van het 37-jarige slachtoffer werd ontroffen in een stik grijde bij de Westerheen. Het is nog heel net duidelijk wat er krekbart is. Er binnen meerdere scenario's trolnaam en er binnen meerdere vertochten onthouden. Bij de rechtbank in Ljouwert is verslagjouwer Remco de Vries. Ja, Remco, nevens het Openbaar Ministerie, is er een duidelijk motief. Wat is dat krijgt? Ze hier een duidelijk probleem in haar houwelijk. Ze stien ja, ijs op het punt op te skieren. Beide hier en ik al met advocaten praten. En er wie een lippensverzekering uitsletten van €600.000. Dit natuurlijk de een krijgt uit de oren deerrekken. Ja, binnen duidelijke details die dan je voorbij komen. Nog zit er nog net volle forensisch bewijs. Hoe zit dat? Nee, doet van zeggen een vondwaard is er geen moordwapen van. Alleen nog wat, ja, wat stukjes blauwe verven die het, in de wond vonden, maar ik in de auto werd vrouw van zeggen haar man mee ophelden. Ja, dat is over het bewijsmateriaal. Maar grote vraag is vanzelfs, wat zei de verdachte er zelf al in roer? Ja, de verdachte zelfs die bloot erbij dat zij geen schuld had om wat er ja, gebeurd is met haar, haar man. Ze wil je tegen emotioneel op deze zitting beteren. Vooral als het over die houdingsproblemen ging. Maar zij ontkent dat zij iets te krijgen had met de deur van haar man. En de rechtszaak die gaat morgen verder. En dus blijven wij het volgende tegentank. Verslag jou Remco de Vries. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Wettensteert stelt €15 miljoen beschikbaar voor het verbreden van de sluis bij Kwaterzoon. Om te de regio's €15 miljoen op het kleed lezen is de Sinterage nou volslijn. Er wordt al langer praat over het verbreden van de sluis en de financiering daarvan. Hier dit hier reserveert het kabinet al €40 miljoen extra, maar de blunt een kwart van €44 miljoen. Door de extra bijdrage en door het soberder uitvieren van het plan, kan het werk nou dochs uitvierd worden. Het hele project maakt een impuls aan onder de noordelijke economie, onder oren totdat er nou grotere schepen bouwd worden kunnen bij de schipswerven onder de IJsselmaarkust. Even bijkomen van het fietsen of een sanitaire stopmeidje. Dat kan van Utah bij verskate restplakken die Juwet Iepenen binnen. Provincie Friesland en de 5 gemeenten van Zuid-Friesland willen de Friese wouden recreatief verbeteren. Dat bad onder oren in Terband. Een restplak is wat oors als gewoon een picknicktafel en een prullenbak bij een fietspaard. Dit is volle gezelliger natuurlijk. Je hebt wat beestjes om je heen en je kan onder dak zitten eventueel in die noordig, in het skaat, in de zin. Dus dat ken je al jezelf aan. En je kan zelf een bakje koffie maken of een bakje thee uiteraard. Daarom hier zijn er heel wat restpunten in het land bijkomen. In Friesland zijn er nou zo'n 80 van zulke punten. Erika Kroes hoopt op een succesvol jaar met een protte fietsers. Dat het lekker droog wordt. Krijgen ze ouder aan de jaren, win je altijd een hele protte fietsersdeel. Dus ik verwacht ze er wel wat van. Ja. Maar het werd naar onder een helje van de Wanne, die 3 dagen lang onder een peel op 8 meter hoogte in een koers ziet, is op Ski Museum gisteren het Kallemooifeest afsluiten. De Wanne waat in de gaten houden door een veedokter. De organisatie woedbeest dit hier net voor het Sjenlitten onder het publiek en de media. De man is na het deelhelje boeten het zicht in een orenkoer dienen. Nevens RTV Noord voerde Kallemooi-commissie voorkomen dat de media opnames met het seizoen van de Wanne. Uiteindelijk is de Wanne weer verom naar de eigen brocht, dat er weer tussen de hinnen rint. Tal bestorganisatie is het net eens met de traditie en vieren dit weekend actietje in het feest. Ja, de dij begon van de morgen aan mijn zinnen, maar daarna ik aan bewolking en rein. Hoe had het er verder uitzicht de komende dagen? Jejo van Piet Paulusma. Joen, misschien nog een buiken. Vannacht droeg waar. Temperaturen zijn 0,5 graden opklarings. Een matig en vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Morgen, meest droeg, misschien in het waardgebied een buiken. Vier dus droeg waar. En een temperatuur die laat zomaar bij de jontje 20 of 21 graden hinnen. En de wind die komt morgen uit zuid-zuidwest krachtig onthut. Nu staat in kracht 8 een waarschuwing van de wettersport. En dit weer Kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke jongen.